Een goedenavond, dames en heren. We zitten in een land dat zich stilaan herstelde van de zware aanslagen vorig jaar op 13 november in Parijs. Een land dat ook opgelucht ademhaalde omdat er niets was gebeurd tijdens Euro 2016. Maar dat land is sinds gisteravond opnieuw in een diepe rouw gedompeld. Omdat één gek, al dan niet gestuurd door extreem gedachtengoed, beslist heeft om dat land in zijn ziel te treffen door vredelievende burgers en hun kinderen te doden. En dat op een moment dat ze genoten van het vuurwerk ter ere van de nationale feestdag. Frankrijk is officieel 3 dagen in nationale rouw na de aanslag op de Promenade des Anglais in Nice. En daar gaan wij vanavond niet aan voorbij. Uitzonderlijk schuiven er 3 gasten aan tafel aan. Thijs Zonneveld, Lieven Scheire en Rudy Franks. Thijs is een ex-beroepsrenner, rijdt nog altijd hard met de fiets, maar wordt nu vooral gewaardeerd als columnist. Lieven is de man die fysica in Vlaanderen opnieuw sexy heeft gemaakt. Hij heeft ook 2 katten en die luisteren naar de namen Stanneke Okkers en Tuur de Kabouter. En Rudy is al meer dan 20 jaar oorlogscorrespondent voor de VRT en heeft zijn vakantiebestemming in Italië verlaten om ons duiding te geven bij de vreselijke gebeurtenis van gisteren. Het wordt een atypische aflevering, dames en heren. Maar we gaan op zoek naar hoop en naar een toekomstperspectief. Welkom bij Vive le Vélo. Sans courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris sera toujours pareil. La Baume, rustig dorpje in de prachtige Ardèche. Ideaal plekje om over de koers, maar ook over het leven te praten. Welkom Lieven, welkom Thijs en welkom Rudy. Het voelt wat vreemd aan om 3 mensen naast me te zien zitten. Nu, het is een hele vreemde dag geweest. Jullie zijn volop bezig, Thijs vooral, met de actualiteit van de Tour. Hoe heb je deze dag beleefd, Thijs? Ja, dat ik er lang over moet nadenken, zegt genoeg. Het is een dag met een ontzettende grauwsluier. Dat er koers was vandaag, was volgens mij alleen maar te danken aan het feit dat als er geen koers was geweest, dat het nog erger was. Mm-hmm. Dat er vandaag werd gefietst was volledig secundair, volledig onbelangrijk. En ja, iedereen had een schaduw over zijn gezicht, een schaduw in zijn hart, een schaduw in zijn woorden. Dus ja, het was een hele rare dag. Ja. Sliep je al? Toen het nieuws kwam, heb je het vanmorgen vernomen of gisteravond? Gisteravond. Ja. Jij, Lieven? Vanmorgen pas. Ja. We zaten op een plek waar heel weinig bereik was. Zowel internet als gsm natuurlijk weinig. En vanmorgen pas bij het ontbijt begon er iemand plotseling over wat was dat met die vrachtwagen. Ik dacht in het eerste instantie een vrachtwagen in de Tour. Mm-hmm. En toen pas kwam het nieuws. En ik ben daarna een beetje verdwenen in die Tourdag, die toch echt een bubbel is. En eigenlijk pas door na die toerdag te gaan zitten en een beetje te kijken wat er gebeurd is, is het dan pas gekomen. Dus ik heb een beetje in een dag onder een stolp gezeten en nu komt het pas. Ja. In welke mate, Thijs, kunnen atleten, topsporters, uit die bubbel komen waarin ze leven om dit ook bewust mee te maken, bewust te ervaren? Ik denk dat het heel erg van de sport afhankelijk is. Ik denk dat er zijn vanmorgen zeker veel Franse renners die zijn met een nachtmerrie wakker geworden. Maar het geldt ook wel voor een hoop andere renners. En er zijn ook heel veel wielrenners die gewoon daar wonen of daar hebben gewoond. Mm-hmm. Ja, Nice en Monaco zijn populaire pleisterplaatsen. Ja, Parijs-Nice komt er elk jaar aan. Het is ook wel een wielergerelateerde plek. En het is buiten dat, dat je iedereen voelt gewoon in de Tour ook al. Ik denk dat heel veel renners sowieso al wel een beetje angstig zijn over wat er eventueel kan gebeuren. En dit is gewoon een bevestiging ervan. En ik denk dat het voor veel renners ook moeilijk is geweest om überhaupt de knop om te zetten en om te gaan koersen vandaag. Ja. Als je kijkt naar de sociale media van de renners, velen sliepen al. Het zijn coureurs natuurlijk, ze hebben een rust nodig. Er waren er ook nog wakker. Ik zag een tweet van Bauke Mollema om 1:16 vorige nacht. Die heeft dat dus allemaal nog meegemaakt. Ik kon niet slapen, zegt Bauke, en lees nu over iets veel erger dan de Tour. Mijn gedachten zijn bij de inwoners van Nice. Wat een vreselijke wereld.
Chris Froome die heeft vanmorgen om 7:21 een tweet de wereld ingestuurd. Mijn gedachten zijn bij zij die geraakt zijn door de vreselijke terreuraanval in Nice. En Romain Bardet, dat is een Fransman, die zei: Fransman zijn, zich bezinnen, vieren, mekaar lief hebben en nooit plooien. Ik denk aan Nice. En die postte daar een schilderij bij. Een foto van een schilderij van Claude Monet. La Rue Montorgueil uit 1878. Schilderij over de nationale feestdag. 14 juli 2016, Rudy, is een zwarte dag voor de geschiedenis van de Fransen. Maar wie heeft die aanslag nu gepleegd? Dat is de vraag. Is die nu gerelateerd aan IS of niet? Is die al opgeëist? Nee, totaal niet. We waren de hele dag aan het kijken en aan het screenen op hun eigen kanalen. Vanaf het moment dat het... Want ik was eigenlijk gisteravond naar de koers. Ik wou de koers zien, die spectaculaire rit. Ik was net op vakantie aangekomen. En het eerste wat ik zag was die gruwelijke beelden van die aanslag. En het eerste wat ik dan merkte was op die kanalen, die geheime kanalen waar IS-supporters op bezig zijn. Mm-hmm. Een juichkreet, een feest, maar nooit echt opgeëist. En nog altijd, al heel snel, dat Hollanden vertellen dat het waarschijnlijk IS is. Maar het wordt toch steeds meer en meer duidelijk dat het een atypische dader is. Die ja, een vreemde, gestoorde man blijkbaar. Mm-hmm. Ja, dat waren de getuigenissen van de buren. Hè? Een vader van 3 kinderen, 31 jaar, depressief omdat hij in een soort vechtscheiding zat. Ja, ja, je zou denken, hij heeft God, alle kenmerken om te maken dat die man dat gedaan heeft vanuit een soort van woede tegen de mensheid en een gebrek aan toekomst. Maar heeft hij dan, want hij had ook een beetje een crimineel verleden, mm-hmm. waardoor hij misschien instant geradicaliseerd is bij criminele vrienden of in de gevangenis, een half jaar geleden. Want zo gebeurt het ook vaak. En heeft hij dan zo die mantel van dat radicale idee over zich getrokken om toch dit te kunnen verantwoorden? Maar ja, om als je die beelden ziet, wat die man gedaan heeft, om dan te zeggen, die is gestoord, dat is niet moeilijk. Hè? Allee, kunt je je inbeelden? Mm-hmm. Je rijdt met een vrachtwagen, honderden meters, en bompt en rijdt over kinderen, over vrouwen. En je gaat maar verder en je ziet het gebeuren. Dat is nog iets anders dan zo'n gek die een vest trekt en denkt dat hem in het paradijs mm-hmm. komt. Dit is veel, heel anders. Dus het is niet moeilijk om te beweren dat hij gestoord is. Maar ja, dat zegt men over verschillende van die recruten, hè, dat ze psychische problemen hebben. Ja, maar als er nu iets gebeurt, wordt het heel snel gelinkt aan Islamitische Staat. Hè. Ik herinner vorig jaar het vliegtuig in Barcelonet, ook niet zo heel ver hier vandaan. Andreas Lubnitz was het zeker, de Duitse piloot van Germanwings. Die vliegt een vliegtuig een bergwand in, 150 doden. Dat was nog voor de aanslagen in Parijs. Toen werd niet onmiddellijk een connotatie gemaakt met... Nee, niet publiek, hoewel ik daar toen ook al aan dacht. Je geest begint een beetje paranoia te worden. Hè. Je begint onmiddellijk die verbanden te leggen en te denken dat het quasi zeker dat moet zijn. Ook in dit geval, hè, het vertoont wel de kenmerken van IS en van een zeg maar radicaal jihad aanslag. Zij hebben zelf op sociale media de voorbije anderhalf jaar regelmatig opgeroepen om het op zo'n manier aan te pakken, om met een auto erop in te rijden. Ja, om een truck te gebruiken als een grasmachine om mensen weg te maaien. Ja, werd er letterlijk geciteerd op sociale media voor deze aanslag. Dit land is in oorlog, mag je dat zeggen? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat... Meer dan de andere landen van Europa? Meer dan... Ja, België is eigenlijk als het regelt in Parijs, dan druppelt het in Brussel en zo. Maar België is daar voor een stuk mee verbonden, omdat het grensoverschrijdend is. Maar Parijs is veel en veel zwaarder getroffen dan alle andere landen. Hè. Omdat Frankrijk zo wat in de frontlinie staat. Het sleutelland is in de oorlog tegen IS natuurlijk. En ze hebben nu al 3 mega-aanslagen gehad, het voorbije anderhalf jaar. Maar in diezelfde periode hebben ze een achttal ook. Ja, in totaal minder grote soms. Parijs, Frankrijk wordt zwaar getroffen, sowieso. Mm-hmm. We zijn hier voor de Tour. De Tour is gereden vandaag. Er is een tijdrit gereden in die Ronde van Frankrijk. Er zijn 2 vragen die je daarbij moet stellen. 1. Is het ethisch nodig om te koersen op een dag na zo'n zware gebeurtenis? En 2. Is het veilig om dat te doen? Laat ons misschien eerst dat eerste facet behandelen. Jij zegt al, het zou erger zijn om niet te rijden. Waarom dan? Volgens mij is er heel erg sterk het gevoel dat we niet mogen buigen of ons niet mogen laten verslaan als er al een winnen en verliezen in deze is. En dat merk je eigenlijk, volgens mij is er best wel veel overeenstemming bij renners, bij de organisatie, merkt ook veel bij toeschouwers. Ja, als we nu ook al niet gaan rijden, dan hebben ze helemaal gewonnen. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar heb je 1 minuut gedacht, ze gaan niet rijden?
straks of morgen? Nou, ik persoonlijk wel. Maar ik had dat bijvoorbeeld sterker met in Brussel. Toen Dwars door Vlaanderen was, daags erna volgens mij. Ja. En toen waren er ook echt nog, of er was sprake van dat er nog daders op de vlucht waren of verdachten op de vlucht waren. En toen had ik wel eens iets van, ja, moet er nu echt politie worden ingezet om een wielerwedstrijd te beveiligen als er nog mensen op de vlucht zijn die eventueel gevaarlijk zijn? Dat vond ik zelf dan wel heel ver gaan. Maar ja, dat was in dit geval niet aan de orde. Dus ja, dit is de Tour. Als je dat stopt, dat is ook Franse hoop. Dit is ook de Franse droom misschien wel. Ja, als je dat stopt ook, na 14 weer ook nog de Tour stoppen, dan geef je misschien een buigje dan inderdaad wel een beetje. Lieven, vind jij het opportun om te koersen op een dag als deze? Ik ben zeer blij dat ik dat soort beslissingen niet moet nemen. Het lijkt mij vreselijk. Wat mij wel vaak opvalt bij dit soort dingen, dat is dat er komt vaak kritiek op elkaar, op de manier waarop je ermee omgaat. En dat vind ik soms jammer. Omdat ik kan volledig begrijpen dat sommige mensen zeggen, nu moeten we sereen zijn en die Tour niet rijden. Anderen die zeggen, wij gaan door. En Michel had daar een mooie commentaar op, vond ik zelf. Michel Wuits, die zei zelf van, ik had hem niet gereden, maar ik respecteer volledig de beslissing. Ik vind dat soms, in de nasleep van zo'n aanslag, vind ik het soms jammer hoe agressief er op elkaar ingespeeld wordt, op de manier waarop daar gereageerd wordt. Dat vind ik soms heel jammer. Rudy, als ik naar je mimiek kijk, dan heb ik het gevoel dat jij zegt rijden. Blijf doorgaan. Ik wil het omdraaien. Wij zitten ons vragen te stellen over wat het met ons doet, en dat is belangrijk, maar ik zou het ze niet gunnen. Ik kan me het feest in Raqqa en in Syrië en Irak al inbeelden als ze zeggen, we hebben ze op de knieën gekregen. Nee. Alleen om hen geen overwinning te gunnen, moet je rijden. Persoonlijke mening. Ja. Het gaat misschien ook wel een beetje om de manier waarop. Ik vind de manier waarop de wedstrijd vandaag is verreden, heel sober met hoe de renners zich hebben uitgedrukt vooral, dat vond ik wel heel respectvol. Het was niet alsof het gewoon zomaar doorging zonder dat er notie werd gegeven wat er is gebeurd. Ja. Er is een verklaring gekomen natuurlijk voor de etappe van de toerdirecteur, van Christian Prudhomme, over het waarom van het doorgaan van deze etappe. En dat klonk zo. C'est une journée de deuil. Une journée de deuil pour la France, une journée de deuil pour le Tour de France. Nous connaissons très bien Nice, où nous organisons chaque année, au mois de mars, Paris-Nice. Nous souhaitons que cette journée soit digne, en hommage aux victimes. Nous pensons aux familles, nous présentons nos condoléances à tous ceux qui ont été touchés, qui ont perdu un être cher, à tous ceux qui sont blessés dans leur chair et dans leur être. Nous nous sommes interrogés, en effet. Mais nous pensons, en accord avec les autorités de l'État, que la course doit continuer, qu'il ne faut pas céder aux pressions de gens qui veulent que nous changions notre façon de vivre. Le Tour de France continuera dans la sobriété, dans la dignité. Je vous remercie. Ja, dat sluit heel erg aan bij wat jij zei, Rudy. Ja, ik vind dat hij groot gelijk heeft, maar het is inderdaad belangrijk wat jullie hier ook zeggen, dat er op een sober en waardige manier mee omgesprongen wordt natuurlijk. En dat er respect betoond wordt voor al die slachtoffers. Maar ik denk dat het ook gebeurd is. Het is natuurlijk wel ook een veiligheidskwestie. Het is een zeer kwetsbare karavaan, een toercaravaan. Het is een zich verplaatsend vehikel, zowel die publiciteitskaravaan als een peloton. Vandaag was het nu natuurlijk een tijdrit, maar dit is moeilijk in de hand te houden. Ja, sowieso. En ik heb nu de hele dag rondgelopen op de Tour. Ik heb mijzelf niet onveilig gevoeld. Maar ik denk dat grotendeels te maken heeft met het feit dat dit soort dingen uitermate abstract zijn, zolang ze niet vlak voor je neus gebeuren. En dus ik heb mijzelf niet onveilig gevoeld, maar ik heb mij wel de vraag gesteld. En ja, zelfs die beelden van die beklimming, waar dat je die mensen vlak bij die renners... Alles is heel dichtbij en dat is zo eigen aan die sfeer van die koers. Je kan heel dicht bij die renners komen, alles is heel toegankelijk. Het lijkt me een heel moeilijk vraagstuk om die afweging te maken tussen een beveiliging en die ziel van die koers waar alles zo dichtbij is. Ja, we gaan daar straks nog eens op terugkeren. Er is hier een echte veiligheidscel ook voor de Ronde van Frankrijk dit jaar. We komen daar straks op terug, maar ik herinner mij een tijdrit met Lance Armstrong op Alpe d'Huez, waar ook al dreigementen geuit zijn voor de rit. Dat was dan geen terreur, maar men zou Armstrong daar vermoorden. En toen zijn twee politieagenten op de motor heel dicht bij hem gebleven. Het is een zeer kwetsbaar gegeven natuurlijk, hè? Ja, wielrennen is volgens mij de allerkwetsbaarste sport in deze. En ik moet eerlijk zeggen, gisteren heb ik er wel aan gedacht, over, gewoon voordat de aanslag is gepleegd. Ja, het is wel 14 juillet, het is de Franse feestdag. Als je je verplaatst in een terrorist die een aanslag wil plegen, is dat wel een eventueel doelwit. Dus ik heb er gisteren wel aan gedacht.
Er was code rood gisteren. Dat is niet verspreid aan de buitenwereld, maar er was code rood bij de veiligheidsdiensten van de Tour. Er lagen ook snipers op de Mont Ventoux. Die hebben de mensen niet gezien, maar die waren wel aanwezig. Onze journalisten hebben die gezien, Sammy Nering onder meer. Dus er was wel iets op til gisteren in Frankrijk. Ook omdat het 14 juillet was natuurlijk, denk ik. Ja, maar ik denk toch dat vooral... Ja, er was iets op til en men had al dagen dat men rekening hield met iets over bomauto's en zo. Je hebt ook natuurlijk voortdurend waarschuwingen en dreigingen die achter de schermen blijven. Maar ik denk toch dat vooral in grote mate de opluchting nog leefde van er gaat. We hebben het EK voetbal zonder grote problemen overleefd. Ik denk dat daarom dit nu net zo'n grote psychologische klap is, uiteraard. Ja, absoluut. Renders waren er heel erg mee bezig. Sommigen moeten natuurlijk aan dat klassement gaan denken, de echte klassementsrijders. Maar zij die vandaag dan een relatieve rustdag hadden, want een tijdrit is voor veel coureurs ook een relatieve rustdag. Ook al klinkt dat misschien een beetje vreemd. En zij waren er nog meer mee bezig dan de anderen. We hebben een aantal reacties gebundeld. Nu zit ik niet echt bij de koers. Nee, vandaag ik moet gelukkig gewoon maar mijn tijdrit afwerken en binnen tijd komen. Maar... ja, het blijft lastig om te focussen. We hebben heel veel renners in Nice wonen, Nice of Monaco. Dus er was toch een beetje angst bij die mensen of dat er geen vrienden bij waren. En ja, dan, zoals ik zeg, zoals bij ons in Brussel, als je echt op een plaats is waar je veel komt, dan denk je toch iets meer over na. C'est difficile de trouver un mot. C'est tellement au-delà du domaine du sport que ouais, c'est difficile de commenter quoi. C'est presque impossible de trouver les mots justes ou suffisants, il n'y en a pas. Ja, het is niet makkelijk om de juiste woorden te vinden, als dus Thomas Voeckler. Het is ook niet makkelijk om bruggetjes te maken in deze stemming, moet ik zeggen. Maar we gaan toch naar de actualiteit van de dag. Gisteren zat Ine Beyen aan deze tafel. Ze heeft een kaartje getrokken. Dat was dit kaartje van Steve Morabito, een Zwitser. Die heeft bezoek gekregen, de coureur van Française des Jeux, bezoek van Maarten van Gramberen. Bonjour, je m'appelle Steve Morabito, j'ai 33 ans, je suis coureur cycliste professionnel dans l'équipe française des Jeux et je prends part à mon 13e Grand Tour et 5e Tour de France. Steve, un mot concernant ce qui s'est passé hier à Nice. Oui, ça c'est clair, hier c'est affreux ce qui se passe à Nice, c'est incompréhensible et ça aide à relativiser la vie et puis de faire aussi d'apprécier les bons moments. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. Le Tour de France, passez-vous hein? Oui, le Tour de France va passer cette année, la 17e étape, à Fin-Ouémonçon. Et puis là, à 4 jours d'y arriver, je sais qu'il y a déjà des amis qui ont réservé la place et qui ont bien préparé l'emplacement pour nous accueillir. Vous avez aussi un projet pour la promotion du cyclisme en Suisse, n'est-ce pas? Ah, vous êtes bien informé. Oui. Ouais, j'ai une deuxième casquette à la maison où j'ai une société de consulting dans le tourisme. Et puis on habite d'une région très, très montagnarde où on a l'habitude de faire du ski, mais aussi où on fait bien du vélo. J'investis pas mal de temps privé pour faire venir le directeur le travail. Ça marche? Alors là, c'est vraiment quand pour construire un produit de qualité, où il y a les hôtels, où il y a les itinéraires, où il y a les magasins de vélo, où il y a des cartes. Et ça, on va gentiment le faire. Ça me fait un petit préparer un peu ma reconversion. Steve, merci. Je vais vous offrir la carte. Voilà, ça c'est à vous. Steve. Steve Morabito bij Maarten van Gramberen. Vandaag moest er dus tegen de klok worden gereden. Een tijdrit van Bourg-Saint-Andiol naar La Caverne du Pont d'Arc. 37,5 kilometer op een heuvelachtig parcours met daarop twee hellingen. Lastige tijdrit, zeer lastige tijdrit. We fietsen dus door de toeristische en heel mooie Ardèche. Kloven, gorges en riviertjes die uitnodigen om te zwemmen. Maar de plicht roept, er moet worden gefietst. En dat gaan ze ook doen. 37 kilometer, iets meer dus, door deze prachtige streek in een zeer lastig evenement vandaag. Zeer lastige uitdaging. Dit is de start van Nelson Oliveira, een specialist uit Portugal van Movistar. Zet de eerste richttijd 51.46. Sneller dan Rowan Dennis, sneller dan Cancellara en sneller dan Kirienka. Dit is Tony Martin, bezig aan de Code Book Saint-Andiol. Veel klimwerk in deze tijdrit, dat ligt hem minder. Halfweg klokt hij de zesde tijd. Maar deze man is op dreef. Dit is de Nederlandse kampioen Tom Dumoulin. Doet het heel goed aan de eerste tussenspurt, of tussenpunt. 10 seconden sneller dan Nelson Oliveira. De beste Belg vandaag is de man in de bolletjestrui, Thomas de Gent. Hij wordt 32e in 54 minuten en 23 seconden. Pinot is ziek, niet meer gestart. Hij is een concurrent kwijt voor die bollen de volgende dagen. Aankomst van Tony Martin, teleurstellende prestatie. Voorlopig op dat moment vijfde, 34 seconden trager dan Nelson Oliveira.
Tom Dumoulin gaat als een sneltrein. Hij vliegt hier voorbij de viervoudige Spaanse kampioen tijdrijden Luis Leon Sanchez Sanchez. En hier komt hij. Dit de winnaar van de tijdrit. Dat is nog een eindje wachten. Zien wat Poort en wat Froome hiermee doen. Maar daar moeten ze wel tegenaan. En dat wordt een zeer zware opdracht. 50-15. Hij zet Oliveira nog op 1-31. 44-78 is het gemiddelde in deze tijdrit. Dat is relatief laag. Dat duidt erop dat het lastig was. Wie kan Dumoulin nog bedreigen? Richie Poort misschien? Hij start sterk aan het eerste tussenpunt. Amper 10 secondjes trager dan Dumoulin. Maar Poort gaat verzwakken. Hij kan dat tempo niet aanhouden. Zakt helemaal weg. Is uiteindelijk 3:08 trager dan Tom Dumoulin. 3:08. We duiken dan de top 10 in. Wie zijn de grootste verliezers? Dit is er één van. Daniel Martin, de Ier. Hij wordt pas 33ste op 4:10 van Dumoulin. Ook Fabio Aru rijdt een belabberde tijdrit. 4:25 trager dan Dumoulin. Goed voor een 37ste plaats. Deze Fransman is Romain Bardet, niet de meest stuurvaardige in het peloton. Hij maakt veel technische foutjes en krijgt vandaag een stevige tik, hoor. Hij wordt 30ste. Dat is bijna 4 minuten trager dan Tom Dumoulin. Valverde doet het wel goed. Hij staat ook in die top 10. Wordt vandaag 15e op 2:48 van Dumoulin. Maar dit is voorlopig de beste van de klassementsrenners als hij binnenkomt. TJ van Garderen. Hij gaat 2 secondjes trager doen dan Valverde. Maar dus in de buurt van de Spanjaard zitten. Zijn tijd 53.05. En de verrassing van de dag komt toch wel van Bauke Mollema. De Nederlander die het goed doet. Voorlopig de beste van de top 10. Wordt 6e. 54 seconden sneller dan Alejandro Valverde. Dan moeten we ons gaan focussen op de top 3 van het klassement voor deze tijdrit. Dat zijn Nairo Quintana, Adam Yates en Chris Froome. Chris Froome misschien wel de enige die nog beter kan doen dan Tom Dumoulin. Alhoewel. Daar gaat Quintana. Quintana staat op de 3e plaats. 3 minuten na Mollema van start. Ja, oké, wat hem gisteren is overkomen, benieuwd of hij hiervan kan bekomen. Of van die tik van gisteren toch. Ja, we gaan kijken aan deze man. Hè. Deze man moet ons... Froome gaat van start. Als Froome in zijn gang geraakt, dan gaat hij hier een belangrijke stap zetten. Quintana, 50 seconden op het eerste tussenpunt. Dus Quintana verliest 19 seconden op Mollema. Verliest bijna 20 seconden, 18 seconden op Valverde. Dan moet hij zich reppen om zijn plaats vast te houden. Dan wordt dat, denk ik, een dik probleem. Froome is door op 17 seconden van Dumoulin. Dat zal de Nederlander al enigszins geruststellen. Hij is daarmee 6e bij dat eerste tussenpunt. Dan moet hij wel Poort laten voorgaan. Maar alle anderen in het klassement die dicht bij hem staan, dan zit hij eventjes... op achterstand. Maar dan is Yates bijvoorbeeld op dit ogenblik bezig met het beperken van de schade. Dat gaat dan over 15 seconden tegenover Froome. Ja. Maar opgelet, nu komt een stuk dat veel beter bij Froome past. Froome is voorbijgekomen bij het tweede tussenpunt op 32 seconden. Maar belangrijk is dat hij Yates op 1 minuut zet. Dat hij Quintana op 1:20 zet. Ik rond af. Dus Froome is... een stevige stap aan het zetten naar een 3e keer toerwinst. Quintana onderweg. Quintana. Naar de streep. Naar de eindklok. 3 minuten. Mollema zat op 1:54. Dan is hij toch wel goed. Goed geëindigd. Dat wel. Blijven stand houden. Op die achterstand, hè. Dan komt hij hier binnen op 3:07. Klimmetje nog goed ingeschat. Adam Yates naar de slotbochten. Wat is hij nog kwijtgespeeld in de laatste strook van een kleine 10 kilometer? Hij komt hier op 3:01 binnen. Van Garderen maakt op hem 11 en van Valverde 13 seconden goed. Hij gaat 6 seconden sneller dan Quintana. Dan houdt hij die mannen toch nog altijd op achterstand. Tijd van Dumoulin weg, dus Dumoulin winnaar, voor degene die daar nog aan twijfelde. Froome houdt het niet binnen de minuut. Maar doet wel een gouden zaak in het klassement. Komt binnen op 1:04.
ingetogen vreugde bij Dumoulin. Dumoulin wint, Froome de beste van de klassementsrenners. Hij smeert zijn concurrent een extra achterstand aan. Mollema volgt op 51 seconden van hem, Yates op 1,58 en Quintana op 2,05. Voor Tom Dumoulin is dit een prachtige ronde van Frankrijk aan het worden. Eerst ritwinst op Andorra Arcalis en nu dus ook in de tijdrit. Prachtige prestatie, Thijs, van je landgenoot. Ja, hij is zo goed in zijn hoofd. Hij is zo rationeel. Hij heeft eigenlijk tot 2 uur van tevoren kan hij bezig zijn met wat er gisteren is gebeurd. Knop om. En hij kan op een soort klinische manier wielrennen. Ontzettend analytisch. Ja, en hoe hij dit doet, ja, hij rijdt eigenlijk de tijdrit van zijn leven. Ja, de beste in zijn carrière dit? Want hij heeft in alle grote rondes nu een tijdrit gewonnen. Hè? Ja, nou, en die in de Giro was nog niet eens zo goed. Mm-hmm. En die vorig jaar in de Vuelta was de tegenstand eigenlijk niet zo heel goed. Dus hij rijdt echt hij rijdt een fantastische tijdrit. Maar eerlijk gezegd ben ik nog meer onder de indruk van zijn uitlating in de afloop. Hoe hij eigenlijk meteen zegt, terwijl hij de beste tijdrit uit zijn leven rijdt, hoe hij meteen heel erg relativeert. Als een journalist naar hem toe komt, ben je blij. Nee, ik ben niet blij, dit is een sad day. Mm-hmm. Dat, de manier hoe hij zich vervolgens heeft uitgedrukt, ook in alle andere interviews, vind ik heel veel respect voor. Straks zit hij nog bij Maarten aan tafel. Ik ga ervan uit dat het ook wel daarover zal gaan. Er zijn een paar superspecialisten die vandaag zijn weggeblazen. Tony Martin, Fabian Cancellara, compleet van de kaart geveegd. Niet in vorm? Cancellara was al niet zo goed. Nee. In die waaierrit waar Froome en Sagan wegreden, liet Cancellara eigenlijk wel een beetje het gat vallen. Dus daar zag je ook al aan dat hij niet de allerbeste benen heeft. Dus ja, zeker met oog op de Olympische tijdrit is dit wel ook een flinke mentale tik, denk ik. Mm-hmm. Froome is een beetje de referentie als het over tijdritten gaat, ook in de Tour dan, zeker als het lastige tijdritten zijn. We hebben eens een grafiek van Froome tegen Dumoulin in deze tijdrit. Kijk, in het geel zie je Froome, dat zijn de stukken waar hij voorsprong pakt op Dumoulin. De blauwe stukken zijn waar Dumoulin het verschil maakt op Froome. Dan merk je dat Dumoulin vooral dat laatste stuk enorm veel afstand heeft genomen van Froome. En ook in die eerste helft, aan het eind van de eerste helft, daar op dat plateau, na de helling, afstand heeft genomen. Dat zijn ook de stukken die hem het beste lagen. Ja, dat laatste klimmetje was nog wel stijl, hoor. Hm? Dat was nog wel een vervelend laatste klimmetje. Dus ik vind het nog wel verrassend dat Dumoulin dus qua inhoud Froome nog wel echt een tikje geeft. Ja. Maar goed, je moet wel rekening houden met het feit dat Dumoulin de afgelopen dagen rustig heeft kunnen rijden relatief. En zich heeft kunnen focussen op deze tijdrit. En Froome heeft gisteren nog een halve marathon gelopen. Ja, dat is waar. Wat vond je daar trouwens van? Ja, totaal bizar. Echt, ja, gisteren was sowieso een van de allerraarste dagen die ik ooit heb gezien in de Tour. Nog even afgezien. Ja, dat er nog een aanslag op dezelfde dag gebeurt. Maar wat gisteren allemaal is gebeurd in de Tour. Mm-hmm. Ja, het sneeuwt allemaal onder nu. Maar daar zou je bij wijze van spreken nog 3 weken over kunnen napraten. Ja, maar kunnen we dat nu nog even doen misschien? Hè? Het heeft ook met veiligheid weer te maken. Het heeft met publiek te maken dat heel dicht bij die renners staat. Wat doe je daartegen? Ik word er gek van. Maar dus als ik thuis zit te kijken en ik zie dit, ja, dit dan in het extreme, maar als ik thuis zit te kijken en ik zie die mensen zo dichterbij staan, ik word daar helemaal gek van. Ik ben 1 keer naar Parijs-Roubaix geweest en ik stond altijd 2 meter van die straat af, omdat ik daar zo bang voor ben, voor dat vlakbij de supporter passeren. Dat, ja. Maar wat doe je eraan? Ik weet het niet. Ja. Nee. Hebben jullie een oplossing? Kunnen ze niet van die hekken zetten eigenlijk? Ja, maar over de hele lengte dan en de klim betalend maken. Die optie is hier gisteren ook geopperd. Ja, nee, ben ik helemaal voor. Ik ben er sowieso voor dat je zou moeten betalen. Dus ja, bij andere sportevenementen betaal je ook als je er naartoe gaat. En het is een hele goede manier om dranghekken over de hele klim te financieren ook. Om te bekostigen. Dus ja, volgens mij is dat een beetje een van de no-brainers die zo snel mogelijk zou moeten worden ingevoerd. Je had gisteren 1 agent die erachter reed en die echt gewoon... Ja, die heeft echt nog mensen duwen weg, en meppen aan het uitdelen was. En ik dacht achteraf, het is een beetje agressief. Ik was er ook jaloers op, want ik heb soms zin om die mensen door elkaar te rammelen en te zeggen, zie nu eens wat je aan het doen bent. Er komen hier topatleten langs die daar hun leven op afstellen. En jij komt hier met een vlag voor die mensen in hoofd zwaaien. Ik word er helemaal gek van. Mm-hmm. Uiteindelijk wordt die tijd van Froome gecorrigeerd. Blijft hij in het geel? Daar is ook heel veel over te doen geweest. Is dat een vorm van klassejustitie? Ja, wat mij betreft wel. Ja. Ja, weet je, er zijn al zoveel voorbeelden geweest van externe factoren die de wedstrijd hebben beïnvloed. Greg van Avermaat, Klasnica, San Sebastian, Johnny Hoogeland. Een aantal jaar geleden in het prikkeldraad waar er dingen gebeuren met motoren of met auto's die te wijten zijn aan organisatorische fouten.
En nu wordt Froome daarvoor gecorrigeerd. Dus zijn tijd wordt ervoor gecorrigeerd. En ja, goed, ik ben van mening dat renners niet bestraft moeten worden of de dupe moeten worden van organisatorische fouten. Maar waarom bijvoorbeeld iemand als Quintana tijd goed gemaakt krijgt, terwijl hij ook nog eens aan een motor heeft gehangen. Motor heeft gehangen, inderdaad. Ja, ik vind dat echt heel erg ver gaan. En in Nederland is er wel echt wel veel... Ja, mensen voelen zich wel een beetje... Zeker Mollema voelt zich wel een beetje geflikt eigenlijk. Want die is degene die als eerste heeft gereageerd, zo snel mogelijk is doorgereden. En daar profiteren nu eigenlijk Froome en Poort die profiteren van het feit dat Mollema heel hard is doorgereden. Misschien had hij beter kunnen blijven liggen. Mm-hmm. Ja. We hebben dat fragmentje van Quintana die even aan die motor hangt, aan die neutrale motor. Kijk, hier ga je het zien. Goed opletten. Hij laat ze hier gewoon naar boven trekken. Hè. Dat is op het moment dat Froome aan de kant staat. Ja, en hij zegt zelf vandaag na afloop, als ik het niet zou hebben gedaan, dan zou ik zijn gevallen. Maar goed, als je dit terugkijkt... Ja, die anderen zijn daar wel aan het fietsen. Ja. Disqualificatie voor dit? Nou ja, weet je, het is een hele chaotische situatie. En ik ben niet zo van dat soort hele strenge straffen op het moment dat de ASO er zelf een potje van maakt. Maar zeker wel een tijd, nou zeker geen tijd bonus. Dat heeft hij nu gekregen. Ja, klopt. Maar enfin, hij gaat de Tour niet winnen, hè? Nee. Is de Tour gereden, denken jullie, na vandaag? Goh. Ja, of moeten we daarvoor eerst het klassement eens bekijken? We gaan dat eerst doen. Eerste rituitslag aan het klassement. En dan gaan we eens kijken of de Tour gereden is. Tom Dumoulin wint dus de tijdrit. 1.03 Froome. Dan 1.31 Oliveira. 1.35 Coppel. Dennis op 1.41. Mollema op 1.54. Zesde dus in die tijdrit. Thomas is zevende geworden op 2 minuten. Jon Izagirre achtste op 2.02. Tony Martin negende op 2.05. Cummings tiende op 2.24. We gaan dan nog wat verder kijken naar Valverde. Die is vijftiende geworden op 2.48. Van Garderen zestiende op 2.50. Yates achttiende op 3.01. Quintana verliest 3.08, zoals gezegd. Dan Poort, Cancellara staat heel ver. Bardet, De Gendt, Daniel Martin en Aru. In de top 10 zorgt dat toch voor grotere verschillen. Die waren klein tot gisteren, maar vandaag dus groot. Mollema op 1.47, knap tweede. Yates mee op het podium op dit moment op 2.45. Quintana staat nog net binnen de 3 minuten. Valverde op 3.17, Van Garderen op 3.19. Bardet op 4.04, Poort op 4.27, Martin op 5.03 en Aru op 5.16. Tour gereden of niet? Pertinente vraag voor alle drie aan tafel. Ik denk het wel. Ja? Allee. De spanning is voor mij weg. Voor mij is de spanning nog of de Gent nu de bolletjes terug gaat halen of niet. Ja, dat is het enige wat nog blijft dan. Ja. En nog een aantal ritzegens. Of gaat er nog iets gebeuren in de bergen? Het is nog een zware slotweek, hè? Maar ja, we hebben bergritten gezien. Hè. We hebben gezien wat Froome daar deed. En heel veel mensen, denk ik, zaten te hopen op Quintana om toch een beetje een tweestrijd te krijgen. Maar ja... En ik vind het ergens heel... Jammer, je zit nu met een situatie waarin blijkbaar zowel de beste klimmer als de beste tijdrijder zit, die dan ook nog eens tijd pakt in een afdaling en in een windetappe ook nog eens tijd pakt. En de beste ploeg heeft. Ja, voilà. En dan, dat haalt die spankracht uit het klassement. Maar, atletisch gezien, is het natuurlijk wel de winnaar. Hè? Ja. Maar is Quintana niet de meest overroepend challenger van Chris Froome? Want... Uiteindelijk heeft hij nooit aanspraak kunnen maken om hem te bedreigen. En ik heb zelfs niet het idee dat Froome outstanding is. Hij is niet de Froome van vorige jaren. Hij kan niet in één keer... De voorgaande jaren was het gewoon de eerste bergrit, gaf hij één keer gas en kon niemand hem volgen. En dat is nu niet eens zo, maar hij heeft het tot nu toe niet nodig. En als je nu kijkt naar wie er op het podium staan met Mollema en Yates... Ja, dat zijn eerlijk gezegd wel jongens die plek gaan verdedigen en die niet Froome gaan aanvallen. Mm-hmm. Dus ja... Nou ja, goed, dit is wel een bizarre tour. Er kan van alles gebeuren natuurlijk, maar normaal gesproken is dit klaar. Maar in een situatie als dit vind ik persoonlijk een tijdrit een beetje spelbreker. Als een tijdrit er is om iemand te challengen, dan heb je er iets aan. Maar als een tijdrit zoals vandaag de dingen een beetje in een plooi legt, dat je naar de Alpen moet trekken met... Tja, dan is het toch een beetje spelbreker. Ja, ze hebben nogthans hun best gedaan de voorbije jaren om die tijdritkilometers te beperken in de Tour. Ja, omdat ze dat ook wisten. Tim Krabbe heeft een keer iets gezegd als tijdrijden is geen wielrennen, want het is gewoon een hele obligate vergelijking van lichamelijke kenmerken. En het heeft niks met koers te maken. Daar ben ik wel een beetje mee eens. Het is wel, het is ook, we hebben nu de beste tijdrijden van de wereld misschien wel. Maar dat maakt het voor Nederlanders wel een stuk leuker. Maar de tijdrit aan zich is vaak helemaal niet leuk om naar te kijken. Niet om naar te kijken, maar het is wel de eerlijkste strijd die er is. Wie het rapst fietst, wint een tijdrit. Ja. Maar wij vinden op hetzelfde parcours en meestal in dezelfde omstandigheden.
Is een tijdrit dan niet een beetje de penalties van het voetbal? Is het niet juist het feit dat je niet oog in oog staat met je tegenstander, dat het als kijker dat de strijd er niet is? Dat als je met vijf in een ontsnapping bent en ze zijn aan het prikken en aan het proberen, dat is toch een veel eerlijker strijd bijna dan een tijdrit. Ja, het is mooier in elk geval, want er kan tactisch gespeeld worden. Mollema doet het uitstekend in deze Tour. Tweede plek, dat is het objectief? Of mikt hij toch op meer nog? Want ik had de indruk dat hij beter was op de Van Tour dan Froome. Ja, had ik ook. Ja, die indruk, hij had het gat heel snel dicht naar Froome en Quintana. Maar Mollema heeft de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar gevolgd. Hij heeft in deze Tour al meer aangevallen dan in alle voorgaande Tours bij elkaar. Ja, weet je, ik zou het heel mooi vinden als je überhaupt een aanval doet op het geel. Maar ja, als je ziet hoe dominant de ploeg van Froome is in de bergen. Ja, weet je, Wout Poels is gisteren misschien wel sterker dan Froome. Die rijdt gewoon de hele klim op kop. Die gaat Quintana drie keer halen. Ja, wat moet je daartegen doen? Dus ja, ik hoop heel erg dat Mollema het überhaupt gaat proberen. Dat zou ik eigenlijk leuker vinden dan dat hij alleen maar gaat verdedigen. Oké, we gaan eens luisteren naar Bauke Mollema. En tip voor de mensen thuis. Als u Briek Schotten nog gekend heeft, denkt u eens aan Briek. Terwijl u kijkt naar Bauke Mollema. Het zou een zoon van hem kunnen zijn. Ik had er wel echt zin in vandaag. Ik wist gewoon dat ik een goede tijdrit kon rijden. Ik had echt me hier goed op voorbereid. En ja, het is wel echt lekker dat het er zo uitkomt. Nou, ik had het parcours al een tijd geleden verkend. Daar kan helemaal in mijn hoofd zitten. Dus technisch wist ik wat me te wachten stond. En ook een speciaal lichtere fiets voor vandaag. Of ja, in ieder geval zonder lak. Dus dat is een ander dichte achterwiel. Dus qua gewicht scheelt het ook nog 700 gram denk ik op de fiets. En dat was best veel bergop, dus dat is ook wel belangrijk. Ja, goed, met de benen die ik afgelopen dagen had, dan wist ik wel dat ik gewoon een hele goede tijdrit kon rijden. Je staat tweede. Ja, dat is mooi. Dus daar ben ik blij mee. Ik denk best wel tijd gepakt op sommige renners, dus het was gewoon een hele goede dag. Hij was gewoon in een goede dag, maar hij hoopt nog goede dagen te hebben de komende week in de Alpen. We keren nog eens terug naar Nice. Nice is een stad waar de koers heel erg leeft. Hè. Elk jaar eindigt op de Promenade des Anglais Parijs-Nice. De koers naar de zon. En de Tour komt daar ook wel vaker. We hebben een aantal beeldjes van de Tour in Nice. Kijk, dit is de Promenade des Anglais met de Negresco. En dit is de wereldkampioen Bernard Hinault in 1981. Aankomst op 25 juni was dat. Dit is 2013. Een heel mooi beeld met de ploegentijdrit, gewonnen door Orica Greenwich. Klopt Quickstep met 75 honderdste van een seconde na een ploegentijdrit. En Simon Gerrans stond daar toen in het geel. Nice is een geradicaliseerde stad. Ja, ik was ook stom verbaasd toen ik het vandaag... We waren een beetje aan het opzoeken. Waarom Nice eigenlijk? Want sommige van die extremisten die plegen blijkbaar hun aanslagen dan dichtbij huis liefst. Of makkelijkst, dat ze dat kennen. En, of in dit geval een gestoorde gek. Maar Nice is de plek waar 100 Syrië strijders vertrokken zijn. Kun je dat inbeelden? Een stad kleiner dan Antwerpen zijn 100 mensen vertrokken om te gaan vechten. Bovendien wordt het beschouwd als de tweede meest radicale stad van Frankrijk die in de gaten moet gehouden worden. Je zou het niet denken. Dus als er een IS-link is, is het geen toeval dat het daar gebeurt? Als er een link is, dan is het geen toeval dat het daar zou zijn. Mm-hmm. Dat is vreemd om te vernemen. Je denkt aan vakantie als je aan Nice denkt. Ja, je denkt aan vakanties, aan bikinis, aan strand, aan high society, maar niet aan dit. Totaal niet. Daar moet dus blijkbaar een soort van wijken zijn. Er zijn quartiers waar dit soort dingen kan ontstaan dan, blijkbaar. Ben je al eens bang geweest op een wielerwedstrijd, Thijs? Jij persoonlijk? Nee. Nou ja, ik dacht er gisteren wel aan dat het zou kunnen gebeuren. Of niet, wat schoot door mijn hoofd. Maar als ik nu denk aan de laatste rit op de Champs-Élysées, daar weet ik niet of ik daar tussen zou willen staan. Ik weet ook niet wat ze gaan doen überhaupt. Ja, hoe moet je daar... Dat is weer zo'n soort nationale feestdag. Hoe moet je dat in godsnaam gaan beveiligen? Ja, veel renners hebben ook al hun vrees uitgedrukt, hè, van die laatste rit. Ja, daar heb jij misschien meer verstand van. Maar ik zou niet weten hoe je dat moet beveiligen. Ja, totaal niet. Er zijn zoveel mensen op één plek. Dan kan je nog denken dat je een stad, als je erop voorzien bent, wel echt kan gaan afschermen. Maar dan moet je draconische veiligheidsmaatregelen gaan treffen. Hoe ga je dan? Ga je dan poortjes bouwen waar mensen alles moeten gaan checken en controleren? Ik zie het niet gebeuren. En vorig jaar of het jaar ervoor is er al voor de rit op de Champs-Élysées zo'n moment geweest dat ze hebben geschoten op een auto. Ja, juist. Die door de hekken reed. Door de banden kapot geschoten. Of moeten ze fanzones gaan bouwen zoals met het voetbal gebeurd is? Maar dan ga je weer voor een concentratie van mensen zorgen.
Ja, ook dat. En dat is dan opnieuw een uitnodiging, zeg maar. Nu, aan de andere kant, je merkt toch wel dat zij de weg van de minste weerstand zoeken, hè, extremisten. Het is voor een deel ook... Ook als je hinderpalen gaat inbouwen, dan ga je ze natuurlijk ook wel naar ergens anders duwen. Hè, waar ze dan misschien weer wel een zwakke plek vinden. Mm-hmm. Maar niet daar dan. Ja. Jij bent vandaag in de Tour geweest. Je zei al, ik heb er niet zo heel veel van gemerkt van die veiligheidsmaatregelen. Maar ze zijn er wel degelijk. Je hebt gepraat met een aantal mensen ook. Hè? Ja, klopt. Ik zelf had weinig vergelijking. Ik hoorde wel van mensen die de hele Tour volgen, dat ze zeiden, minder volk, veel minder sfeer, uiteraard, logisch. Mm-hmm. Maar minder mensen die naar buiten kwamen, blijkbaar. En ik ben eens gaan praten met het hoofdterreur, dus de man die daar eigenlijk voor moet zorgen dat vermeden wordt. Mm-hmm. En wij kunnen luisteren naar dat interview dat je hebt gedaan. The things that happened in Nice last night probably put everything in a different perspective today. Oui, nous avons mis en place un système de sécurité beaucoup plus développé que ce qui existait sur les années précédentes. C'est-à-dire que nous avons donc des physionomistes qui passent dans la zone technique. Nous avons beaucoup plus de contrôleurs, c'est-à-dire que nous avons quasiment doublé le nombre de contrôleurs. Notre système donc de fonctionnement étant des accréditations pour les voitures, pour les personnes. Donc on a multiplié les contrôles. Christian l'a dit ce matin, donc le tour va continuer. On ne nous fera pas changer notre façon de vivre. The way that the attacks were in Nice with the big driving vehicle, is it avoidable? Are there things you can do to make it impossible to have such rien, an attack? Rien n'est jamais impossible. Rien n'est jamais impossible. Nous avons vécu il y a des années de ça un véhicule à l'arrivée à Colmar. Il y a un véhicule léger, une voiture, mm-hmm. qui a forcé un barrage et qui est rentré donc dans le périmètre, donc la chaussée d'arrivée, la chaussée finale, qui a fait donc voler des barrières. Il y a eu deux blessés qui n'étaient pas graves. Donc on n'est pas à l'abri de ça. La zone technique est composée de 100-150 camions. En l'occurrence, on peut mettre un camion nous en travers, ce qui fait que personne ne pourra passer. Okay. Donc ce sont des mesures que l'on peut appliquer sur le tour. Mm-hmm. Ja, toch wel wat maatregelen. Ze zijn ermee bezig. En ja, de man ziet er ook moe uit. Ik denk dat hij weinig geslapen heeft. Ja, ja. Het is wel een beetje die voor de bühne, toch? Die telt de dagen af. Dit staat toch, dit is toch niet waar? Dit is toch een beetje voor de bühne? Ik loop al een paar jaar rond in de Tour, maar het is echt niet heel veel anders. Ja, je moet één keertje meer je rugzak open doen. Maar als iemand echt wat wil, er staan gewoon een paar dranghekken. Daar stap je overheen, klaar. Mm-hmm. Ja, maar zelfs in de luchthaven van Istanbul zijn ze binnengeraakt. Hè? Je hebt gewoon drie mannen nodig met een Kalashnikov. Als je geen pasje hebt, je hebt wel een Kalashnikov bij, hè? Mm-hmm. Dat gaat niet veel indruk maken, hoor. Maar vergeleken met andere sportevenementen, als je naar de Olympische Spelen gaat of naar een WK voetbal, dan heb je allemaal detectiepoortjes en zo. Dat is hier toch hier allemaal niet. Maar ze zijn ook al doelwit geweest, hè? Olympische Spelen. Ik denk Atlanta, München, 72. De Zwarte September, we hebben daar een fragment van ook. Hè? De Zwarte September, dat was die Jordaans-Palestijnse terreurorganisatie die 11 Israëlische atleten en officials heeft gehijzeld en uiteindelijk ook heeft doodgeschoten. Hè? Dat was de eerste grote terreuraanslag op een heel groot sportevenement. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters, Munich, West Germany. The Olympics of Serenity have become the one thing the Germans didn't want them to be, the Olympics of Terror. Volgens mijn eigen zegsman, een Duitse militaire wacht, heeft een commando Palestijnse fedaïn vanmorgen zo tegen 4:30 een inval gedaan in het Israëlisch woonblok in het Olympisch dorp aan de Connollystraat. Er is tenminste één dode gevallen en waarschijnlijk twee. Er zouden nog 23 personen van de Israëlische delegatie gegijzeld zitten, want het Arabisch commando, dat uit 4 met machinepistolen gewapende mannen bestaat, houdt de ingang volkomen gesloten. The public will agree that we cannot allow a handful of terrorists to destroy this nucleus of international cooperation and goodwill. We have The games must go on. The games must go on. Toen al, Avery Brundage, toenmalig... Maar er is nog iets veranderd. Als je ziet, toen ging men de Olympische Spelen. Waarom deed men dat? Omwille van de aandacht. De hele wereld kijkt ernaar. Je zou dat van de Tour ook kunnen zeggen. Maar als je nu zou denken dat extremisten vanuit een radicaal jihad-ideologie, dan is het niet alleen om de aandacht, maar dan is het ook omdat ze gewoon onze manier van leven niet kunnen hebben. En ik vind dat toch wel een huiveringwekkende extra gedachte. Omdat ze gewoon jou willen treffen om wie je bent. En dat is nog een stap meer. Niet alleen maar propaganda, niet meer.
Nee. Het gaat om een levensstijl. En ja. Ook omdat dat zij geen toekomstperspectief hebben, velen van hen? Ja, in het geval van... Je moet een mengeling maken. Hè. Zoals de man die dat nu gedaan heeft, die was blijkbaar zeer boos. Kan je vanuit gaan op de mensheid. Maar heel veel van die mensen die gerecruiteerd zijn om naar Syrië te trekken, hebben een identiteitsprobleem. Hè. En ze gaan zich op die manier laten snel verleiden om mee te gaan. Je ziet ook dat er heel veel uit criminele milieus geput wordt. En dan op die manier gaan zij... Ja, een soort van razernij die ze gaan afreageren op de mensen die het zo niet zien. En ze, de stempel, het label, zeg maar, het keurmerk van IS of Al-Qaeda wordt er dan opgeplakt. Maar eigenlijk gaat het toch diep in zich om iets van hun mens zijn dat niet meer spoort met onze wereld. Ja. Maar het is vreemd, hè, dat het zo snel kan gaan, die radicalisatie, ja. Radicalisering. Ja. In een paar weken tijd kan het gebeuren. Ja, een paar weken, een paar maanden. Ik heb vele verhalen gehoord van ouders die vertellen van hun kinderen die in enkele maanden tijd helemaal omgedraaid worden. Wat je ook veel ziet nu, is dat er toch wel iets onheilspellends in vele gevangenissen bezig is geweest. Van dat er daar meegesleurd wordt en dat kleine boefjes, criminelen, op die manier dan plots het licht gaan zien. Wat ik vreemd vind, hè, dat het zo gebeurt. Want zij deden alles wat Allah in hun geval dan verboden heeft. Hè. Drinken, vrouwen, op feesten. Drugs, criminaliteit en toch plots redemption. Dan zien ze het licht. Ik vind het heel bizar. Mm-hmm. Is er concrete dreiging of moet er gevreesd worden in Rio? Want daar gaan de Olympische Spelen straks door. Of is Zuid-Amerika ander terrein? Als je op de geschiedenis mag afgaan, lijkt Zuid-Amerika toch voor dit soort jihad, islamitische jihad-terreur, ander terrein. Gewoon om het simpele feit dat je daar geen recruteringsbodem hebt. Je hebt daar geen... In de banlieues zitten daar andere bendes die met drugs bezig zijn en niet met door islamisering of door radicale islam zouden kunnen aangetast worden. Dus in dat opzicht lijkt dat buiten de kering te liggen. En bovendien, het zijn gesloten omgevingen die veel beter te beveiligen zijn. Als ze een soft target, een zacht doel zoeken, dan zouden ze het eerder ergens anders gaan zoeken. Ja. We keren nog eens terug naar vandaag, naar de rit van vandaag in Vallon-Pont-d'Arc. Dat is een dorpje in de buurt van de finish. Moest vandaag een heel groot feest plaatsvinden. Voor het eerst eindigde daar een tour-etappe. En onze ploeg die trok naar de lokale bewoners om naar hun gevoel te polsen. Hoe gaat het met de Fransen na wat gisteren is gebeurd? Ah, j'ai mal au cœur comme beaucoup de Français, hein. Puis comme beaucoup de Belges il y a quelques mois, hein, c'est pareil. Hein. Que voulez-vous qu'on fasse? Moi personnellement, que voulez-vous que je fasse? Rien. Pour nous, c'est la joie, supporters du vélo, c'est la joie. On pense à rien d'autre pour l'instant. Et quand on entend la radio ce qui s'est passé hier, bon, ça fait mal au cœur, bien sûr. On a l'impression que ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui, dans n'importe quelle ville. Et on se dit qu'il ne faut surtout pas arrêter de faire ce qu'on a envie de faire, parce que ça serait trop facile, en fait, de reconnaître qu'on a perdu. Je n'ai pas du tout hésité à y venir. On est venus tous les deux avec mon mari ce matin parce qu'on aime beaucoup le vélo. Et que malgré tout, la vie continue, malgré tout ce qui s'est passé à Nice, même si on pense fortement à toutes ces familles qui ont été touchées hier soir par le drame. Le Tour de France, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est plaisir de vivre, les gens sont heureux, ça apporte... C'est un plus, quoi, ça apporte. Hein. On est 65 millions de Français, ils ne nous tueront pas tous. Hein. Ça, c'est sûr. Mais en fait, sur celui que ça tombe... C'est malheur. Ça gâche la fête. C'est... Mais en fait, ça change sur notre vie, ça nous change pas pour vivre. Ja, dat waren de inwoners aan de aankomst er toch wel mee bezig. Even een
breaking nieuwtje meegeven. Er is een poging tot staatsgreep aan de gang in Turkije. Het leger heeft daar de luchthaven in handen genomen en ook de staatstelevisie is uit de ether. Ankara, Izmir en Istanbul zijn de broeihaarden. Het zou bevestigd zijn door Erdogan dat er een staatsgreep aan de gang is, maar de regering zou de situatie onder controle hebben. We kunnen daar niet te veel op doorgaan. Ik verwijs daar heel graag voor door naar het journaal later op de avond. In elk geval is er wat aan de gang in Turkije. Nog even op die aanslagen. Treedt er nu gewenning op bij de bevolking? Worden wij dat gewoon? Gaan wij daar ook moeten gewoon aan worden? Ik denk dat er heel grote schok is, telkens opnieuw, maar dat het minder lang nazindert. Als ik zie, of kan vergelijken met... Ik ben heel vaak in Israël geweest, waar men toch heeft... Ja, de samenleving is aangepast door meer veiligheidsmaatregelen. Wij zijn ook al gewend dat er militairen in de straat rondlopen bij ons. We vinden het heel evident. Dus ik denk dat er een soort van gewenning is. En ik denk ook, dat kan misschien heel controversieel klinken, maar dat het ook niet slecht is dat we ons leren aanpassen aan deze situatie. Want het probleem, het ziet er niet naar uit dat dit zo snel weggaat. Maar hoe doe je dat dan, je aanpassen aan die situatie? Ik zou het graag omschrijven als een vorm van gezond wantrouwen hanteren, maar niet in paranoia vervallen. Je mag je leven niet te veel aanpassen. Je moet daarmee rekening houden en je moet beseffen dat dit nu eenmaal kan gebeuren. Mm-hmm. Je moet niet naïef zijn, maar je moet voort. Maar gezond wantrouwen, wat is dat dan? Massa-evenementen vermijden? Beveiligen, met rekening houden. Misschien dat dingen zoals de Tour met al die openheid en de bereikbaarheid van de renners, van zo langs de weg, dat dit in de toekomst moeilijker en moeilijker wordt. Om te organiseren? Om te organiseren, dat denk ik wel. Als het op deze manier verder gaat, dan denk ik het wel. Dat je dan naar gesloten circuits moet? Ja, of meer met beveiliging, ja, gesloten circuits. Ik kan mij inbeelden dat de Ronde van Vlaanderen misschien makkelijker te beveiligen zal zijn dan een massa-evenement zoals de Tour overal door het land trekt. Ja, maar dan heb je geen Tour meer. Hè? Als je van A naar B het hele land rondreist, dat kan je nooit als een gesloten circuit rijden. Maar volgens mij is het als het één keer fout gaat nu bij de Tour... Dan is het gedaan. Dan is het klaar. Ja. Toch? Je mag alleen de mensen niet op ideeën brengen. Hè? Nee, ja. Maar goed. Nee, maar dat ze dit al overwogen hebben. Ik ga ervan uit dat terroristen alles wat ze kunnen bedenken wel zullen willen toepassen ooit. Alleen ga ik er ook vanuit dat ze niet... God ja, ze denken misschien niet altijd even ver. Hm? Of ze hebben andere prioriteiten. Zullen we daar maar van uitgaan? Ja. We gaan daarvan uitgaan, Rudy. We gaan eens luisteren naar de ritwinnaar van vandaag. Dat is Tom Dumoulin geworden. Die heeft een tijdje geleden bij Maarten van Gramberen aan tafel gezeten. Dat is niet live, dat is ongeveer een uur geleden gebeurd. En we gaan eens luisteren en kijken, vooral ook naar dat interview. Bij mij zit een heel erg ingetogen renner. Tom, was dit de meest dubbele dag uit jouw carrière? Ja. Ja, raar hè. Ja, wat ik vanmiddag al zei, we staan op met het zo'n vreselijk nieuws. En dan, ja, dan gaat onze tour gaat dan verder, horen we al snel. Wat ik overigens wel een juiste beslissing vond, hoor. Maar ja, dat is gek, hè. Als je dan... Ja, dan win je en dan... Ja, je staat in Frankrijk. Nee, ja, je staat in Frankrijk op een paar honderd meter waar een paar uur daarvoor ja, een of andere gek tientallen mensen doodrijdt. Ja, dit is ja, raar. Ja, een hele gekke dag, een hele dubbele dag. Natuurlijk ben ik blij dat ik heb gewonnen. En natuurlijk heeft me dat vertrouwen gegeven voor Rio en dat is allemaal mooi. Maar het wordt echt overschaduwd, hè? Ja, en logisch ook. Ja. Ja, en laat ons toch vooral niet vergeten dat jij een dijk van een tijdrit hebt gereden. Hè? Ja. Michel Wuits, onze commentator, noemde jou een streling voor het oog. Is dat zo? Nee, maar je voelde meteen van dit zit heel goed waarschijnlijk. Want gisteren had je nog flink wat werk opgeknapt voor Warren Barguil. Ja, de afgelopen twee dagen waren niet mijn... meest handige dagen of zo. Het was niet helemaal lekker. En ja, vandaag liep het gewoon geweldig. Vanaf het begin voelde ik me gewoon goed. En dat heb ik tot aan de streep door kunnen trekken. Ik heb nog een beeldje voor je klaar, Sam, van vorig jaar. Ronde van Frankrijk, start in Utrecht. Ja. Wij waren toen aan het filmen na de streep. Je reed even door en toen ben je daar tegen een balustrade gaan staan. Dit heet ontgoocheling, noemde ik dat toen. Heb je daar ontzettend veel kracht uitgeput? Want sindsdien gaat het alleen maar
ongelooflijk harde crescendo met jouw carrière. Ja, af en toe valt het goed en af en toe valt het niet goed en daar viel het niet goed. En je ziet bijvoorbeeld de Giro. Je kon die ploeg niet winnen voor eigen volk. Nee, maar ik denk op zo'n parcours was ik ook niet de topfavoriet. Maar goed, desalniettemin had ik zeker wel een kans en wilde ik die kans zeker aangrijpen en dat was niet gelukt. Maar ja, vandaag, ondanks de wind, was het wel natuurlijk een parcours op mijn maat gesneden. Dat was perfect voor mij. Veel klimwerk en veel draaien, keren en was gewoon perfect. De perfecte tijdrit. Ja. Je hebt in de Ronde van Spanje, na die Tour van vorig jaar, ook heel lang meegedaan voor die eindzege. Mm-hmm. 2 dagen voor tijd ben je uit het rood gereden, uit die leiderstrijd. Blijft dat ook de ambitie om ooit zo'n grote ronde te winnen, Tom? Want je kan alles, hè, eigenlijk. Ja, alles, maar het klimmen, daar kom ik nog wel echt tekort om de Froomes en de Quintana's van deze wereld te volgen. En ik wil ook niet 3 weken lang geen etappe-overwinning boeken en dan 12e worden in het klassement. Dan heb ik liever dit. Krijg je veel aandacht en nu pak je veel. Nou ja, dat is niet waar ik voor te doen, maar in ieder geval, dit is natuurlijk veel mooier. Dus ik zal altijd wel die afweging blijven maken van ben ik goed genoeg om echt mee te doen voor het podium in een grote ronde of kan ik beter mijn dagen uit gaan kiezen. Maar zeker de komende jaren wil ik het wel ergens gaan proberen, maar ik kan nog niet zeggen waar of... Het moet ook een beetje een parcours op mijn maat zijn. Het maakt niet uit of dat nu de Tour of de Giro of de Vuelta is. Liefst met veel tijd, het kilometers natuurlijk. Dat ligt jou wel. Tom, eigenlijk was je bijna een dokter geweest. Je wilde eigenlijk dokter worden in plaats van renner. Nou ja, bijna. Ik heb in Nederland geld en loten is geneeskunde is een lotingstudie. Ja, je mag het niet gaan studeren, je moet uitgeloot worden. Je moet ingeloot worden. En ik werd uitgeloot. En toen ben ik iets gaan doen wat ik eigenlijk niet zo leuk vond, gezondheidswetenschappen. En toen ging het tegelijkertijd veel beter met fietsen. Dus toen, Je ouders vonden het niet zo leuk dat je echt voor dat wielrennen koos. Hebben ze nu al gezegd, Tom, je hebt toch de juiste keuze gemaakt? Mijn ouders zijn wel heel supportive in alles wat ik doe. Als ik echt een plan heb. Dus ik kan niet zomaar aanmodderen. Dat hadden ze niet goed gevonden. Maar het ging al duidelijk goed met fietsen toen ik de keuze maakte om echt voor het fietsen te gaan. En toen had ik ook al contractaanbiedingen op zak. Dus het was al zo van, het gaat wel goed komen. Maar elke ouder wil liever dat zijn kind een goede studie afmaakt natuurlijk, als dat mogelijk is. Ja, en nu moet je die conditie vooral vasthouden die je nu hebt, Tom. Want je wilt schitteren in Rio. Daar ben je al heel lang mee bezig, om daar het goud te pakken in de tijdrit. Ja. En ik heb natuurlijk mezelf geen dienst bewezen in de favorietrol vandaag. Maar je blijft in de Tour. Sorry? Je blijft in de Tour. Ik blijf in de Tour, ja. Tenminste, als ik niet ziek word of niet val. Kijk, ik kan nu vallen en dan nog 7 dagen aanmodderen tot aan het einde. Dat lijkt me niet goed. Nee. Dus als zoiets gebeurt, dan zou ik eruit stappen. Maar vooralsnog gaat alles prima en ga ik doorrijden. Alleen, het is wel zaak... Ja, mijn tijd het was zo goed vandaag. Dat ook, mijn vorm is zo goed. Dat hou je niet zo lang vol. Nee, dus, hoogvorm duurt 2-3 weken, zeggen ze. Zoiets. Ja, moeilijk te zeggen, maar... In ieder geval, ik hoop hem door middel van dagen uit te kiezen en niet elke dag in het rood te gaan, hoop ik die door te kunnen trekken tot aan Rio. Maar ik geloof zeker dat dat mogelijk is en ik ga de Tour vooralsnog gewoon uitrijden. Oké, prima. Zou je dit truitje willen tekenen? Ja. Tom, ik ga je even helpen, want dat is moeilijk om alleen zo'n truitje te moeten tekenen. Voilà, hier is het is een mooi plaatje, denk ik. Ja. Je kan dit truitje van Tom Dumoulin winnen. Dan moet u Vive le Vélo sms'en naar 4342. Ik moet ook nog de winnaar van gisteren bekendmaken. En dat is Erik Philips uit Zwijnaarden. Hij wint dat truitje van Thomas de Gent. Onze tafel, Tom, die mag je ook nog signeren. Hier staat een pijltje. Dat mag je hier doen. Dan is het allemaal mooi in beeld. Ga je nu toch een glaasje drinken, Tom? Heb ik al gedaan. Heb je al gedaan. Ik zit hier al helemaal half dronken aan de tafel. Nee. Oké, prima. Dat heb je verdiend. Nee, maar het blijft een gekke dag. Maar wat gaan we dan doen? Geen champagne? Nee, dat moet je doen. Je hebt vooral een fantastische tijdrit ook gereden. Tom, nog eens proficiat. We wensen je alle succes nog in de Tour. Dankjewel. En straks. Dankjewel. Ja, sympathieke vent, coureur met een kopper op. Gaat hij ooit een grote ronde winnen?
hij doet het alleen maar, en het, hij legt het zelf heel goed uit, hij doet het alleen maar als hij kan winnen. Hm. Als hij weet dat hij het kan. Hij is maar was er al dicht bij in de veld, hè? Ja, maar dat omschrijft hij zelf ook als een beetje toeval. Dat was niet de bedoeling. Mm-hmm. Dus hij is iemand die het allemaal, als een echte tijdrijder, moet het allemaal van A tot Z gepland hebben. Dus als hij weet, er ligt een parcours voor me wat ik aan kan. En er zijn niet de Froomes en de Quintana's die me ergens bergop eraf gaan rijden. En het kan het allemaal zo plannen, dan kan het, ja. Ja. Hij reed vandaag met een vol wiel. Dat leek me riskant bij die windstoot. Er was veel gepraat over bij het vertrek. Bij het vertrek hebben we de tour van de ploegen gedaan. Er werd heel veel over gepraat, van vol wiel of niet. En uiteindelijk zagen we ze bijna allemaal, de grote mannen bijna allemaal vertrekken met een vol wiel. Want er was heel harde zijwind. Thomas de Gent zei het ook, dat de wind heel plots... Dus dat het vooral gaat op het moment dat er een obstakel is dat wegvalt en dat die wind heel plots op dat wiel bukt. En toen kwamen we toe. Ik heb met een mechanieker gepraat als we toekwamen. En die zei dat het verlies, als je geen vol wiel hebt, te groot is om het risico niet te nemen. Dus dat ze echt zeggen dat ze zoveel verliezen als ze geen vol wiel draaien. Dat is echt een afweging. Had jij het gedaan, Thijs? Want ik zei daarnet, hij rijdt best hard met zijn fiets, maar je bent echt nog coureur. Hè? Ik bestempel je als ex-beroepsrenner, maar je bent Nederlands kampioen beachrace geworden. Daar moet je hard voor kunnen fietsen. Je hebt het NK gereden, je hebt bijna Wim Struutinga mee aan de Nederlandse titel geholpen. Die is derde geworden. Maar wanneer doe je dat nog allemaal? Ja, maar goed, ik kan met een beetje training nog een niveau bereiken waar ik mee kan fietsen. En ik vind dat journalistiek nog zo interessant, omdat ik wil het blijven voelen. Ik wil, zolang het kan, wil ik contact houden met het peloton en met de sport zelf. In plaats van in een ivoren toren te zitten en te schrijven hoe het moet. Ja. Zou de coureur Zonneveld vandaag met een vol wiel gestart? Nee, zeker niet. Ik ben sowieso veel te slecht om ooit in een Tour te rijden. Dus dat zeker niet. En ik zou ook, als ik dat er zou hebben gereden, zou ik ook zeker niet met een vol wiel zijn gestart. Ja. Nee, doodeng. Ja, maar door de wind hebben we vandaag afscheid moeten nemen van een aantal mensen in deze Tour. Eén Belg ook, Edouard Teuns, is zwaar te val gekomen, dames en heren. De debutant in de Tour, die twee keer vijfde werd in een massaspurt, zal Parijs niet halen. Hij heeft een ruggenwervel gebroken bij een val in een afdaling met de tijdritfiets. Maar deze duim doet ons wel deugd. En die glimlach ook, de eeuwige glimlach van Edouard Teuns vanuit het ziekenhuis van Aubenas. Maar dus wel een operatie noodzakelijk om die wervel te stabiliseren. Zijn ploegmaat en zijn kamergenoot Jasper Stuyven heeft ook een Instagram-bericht de wereld ingestuurd. Hij mist zijn maatje op de kamer, zegt hij. Ze waren goed bezig om met dat jonge ploegje, dat jonge tweetal en die sterke benen Parijs te halen. Maar dat zal dus zonder Edouard Teuns zijn. Hij wenst hem heel veel sterkte. En er is een hele straffe foto van een windstoot van Julien Alaphilippe. Kijk hoe hij tegen de rotswand opvliegt. Letterlijk geprojecteerd, ook met een vol achterwiel. Het is een bangelijke foto, maar ook hier een duimpje. Hij heeft gelukkig niks gebroken. Onwaarschijnlijk. Oef. Het zijn toch wel een beetje de jongens die minder vaak met de tijdrit rijden, die het eigenlijk niet moeten doen. Je ziet toch wel dat in de laatste fase waar de klassementsrenners en de tijdrijders zijn, die het altijd doen, die meerdere keren per week op die fiets zitten, die zijn toch net even iets handiger erin. Ja, als je dat niet genoeg doet, dan lig je een keer. We hebben nog de reportage van Sammy Nerink. Te goed. Misschien een persoonlijk verhaal. Ik ben ooit begonnen als journalist voor de krant Het Volk. En ik schreef voor de regionale pagina's. En je krijgt dan een aantal voetbalploegen die je moet volgen. En een ervan was Eendracht Wervik, een derde klasser. En daar speelde een meneer Michael Bennett, een Ier. En dat is de vader van Sam Bennett, die in deze Tour zit. En daarom heb ik ook een heel speciale band met die Sam Bennett. Ik ken hem niet persoonlijk, maar elke keer als die naam Sam Bennett valt, dan denk ik 20 jaar geleden heb ik zijn vader nog gekend. En Sam staat allerlaatste in deze ronde van Frankrijk en kreeg vandaag het bezoek van Sammy Nerink. How heavy is carrying that red lantern or the... It kills me. It's hard for the head when I have no choice but to be in this position. I know I'll never ever be going for GC. I'll always be just chasing stage results. But I hate it. I hate coming last. How did you start your day? How was the mindset? I guess you woke up with bad news as well as we did. It's terrible. Like, we woke up, we heard it's about 70 people and now it's up to 84 at least. And it's close to where I live now. And when you see it in places you pass, it really hits home and it's not nice.
the first thing I did was text my girlfriend and make sure she wasn't in Nice or anything for the parties and that last night. And I had a message already that she was okay and stuff, so that was good. You feel safe now? No. As a sportsman? No. I think this is something that's it's so hard to control, even with cycling. You know, at a football match, you can do security checks and everything, and it can be really controlled, but you can't stop people from coming to the side of the road. And you have the Champs-Élysées then, and there's going to be so many people. And how do you control that? And it's televised. It's how easy would it be for somebody to run out with something that could kill someone? And that would be horrible. Very good. Good, Sam. All good. Let's talk about Belgium. Your roots are in the west of Flanders. Yeah. How come? My dad played soccer there, and so I was born in Belgium. Went to school there when I was really young. Lived there until I was four and spoke Flemish, but I cannot remember any. So, it's funny. You have a fan club in Belgium as well. Yeah. Near the place you were born. Yeah. You must be proud of that as well. Yeah, it is. And like I've been to the pub a few times, but not as much as I would have liked. And it's amazing. And it always gives you extra motivation. In this tour, you've been on your bike for almost 64 hours. Okay. What do you think about that? That's a lot of time. I can feel it. And also, I'm looking at the time I've lost on GC. If I make it to the end of the tour, I'll probably have the equivalent of another long road stage, like probably 4 or 5 hours extra. So I'll have a lot of time on the bike by the time it's done. And also, it was Lantern Rouge, which meant I was first off the start ramp today, so I was leading the time trial for a few minutes. Or maybe like 1 minute. Sympathieke gast Sam Bennett. Ook Alexander Christophe heeft trouwens een fanclub in Wervik waar vader Bennett nog heeft gespeeld. Hij woont ondertussen in Monaco en staat nog altijd allerlaatste op 3:11 van de leider in deze koers, Chris Froome. Hij heeft dus al het meest gewerkt in deze tour. Op het podium vandaag was het ook sereen. De truien die hebben samen op dat podium gestaan. Alle truien verzameld in deze tour. Wit, geel, groen en bollen voor een moment van bezinning. Voilà, mesdames, messieurs, donc nous demandons de vous lever, de vous découvrir, s'il vous plaît, pour une minute de silence, donc à la mémoire de ceux qui sont partis la nuit dernière et à ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur et dans leur âme. Merci beaucoup. Zijn dit momenten die helpen om te verwerken? Of is dit vitrine? Nou, ik vind het wel meer dan vitrine. Ik weet ook niet of het helpt. Dat zal voor iedereen afhankelijk, iedereen persoonlijk zijn. Maar het alternatief is, dat kan niet. Je kan niet op een podium gaan staan en champagne gaan spuiten. Dat zou volgens mij een volledig misplaatst zijn. Dus ja, ik vind het wel netjes gedaan. Mm-hmm. Ik denk zo'n collectieve rituelen, dat helpt altijd. Ja. Ja. Sommige mensen vinden daar troost in. Ja, uiteraard. Zoals samen bloemen gaan neerleggen op de plek Absoluut. Waar iets gebeurd is. Absoluut. Mm-hmm. Toch wel. Ze hebben ook gereageerd natuurlijk. Hè. Deze drie mannen, er waren er meer, maar drie van deze mannen hebben gereageerd. De gele trui, de groene en de bolletjes trui. Froome, Sagan en de Gent. Our thoughts are with everyone, all the families who are affected down in Nice. It's somewhere where I do most of my training and just to see the promenade, the scenes of such a horrific attack like that, it's something, it definitely puts things into perspective for us here at the Tour de France. Yeah, we have to make also some respect for the people who died yesterday in Nice, but it's, you know, who making that, like every month is a worst situation in the world and I don't understand what's happening here. Ja, normaal op het podium staan van de Tour is iets leuker, maar
Ja, nu is het toch wel indrukwekkend met die minuut stilte. Het is allemaal tragisch wat er gebeurd is, dus is het ook wel goed om er even bij stil te staan. En morgen trekt het circus zich opnieuw op gang. Rit 14 kondigt zich aan als een overgangsetappe. De start ligt in de Nougat-stad Montélimar. De finish na 208,5 kilometer in Villars-les-Dombes aan het Parc des Oiseaux. Onderweg drie kleine hellingen, maar dit lijkt een etappe te worden voor avonturiers. Voor de mannen met nog een beetje jus in de benen. Zouden er nog veel zijn van die mannen? Ik weet het niet. Alles is morgen live te volgen vanaf 14:50. En wij zijn er morgen om 21:15 met Robbie McEwen en Angelique Dupré. Gaat Thomas de Gent die bolletjestrui kunnen pakken aan het eind van deze tour? Wat moet je als Belg? Wat moet je als Belg nog op hopen met dit soort klassement? Ik denk op ritwinst, want we hebben al hele mooie dingen gezien. Ik hoop het. Het zou heel mooi zijn, ja. Ik droom nog altijd ooit van een Belgische klassementsrijder, maar dat zullen we wel zien. Jullie hebben wel heel veel klassieke renners. Ja, maar dat is niet en-en. Hoe komt dat? Jullie hebben nu zoveel klassementsrenners en wij niet. Jullie hebben Kruiswijk, Mollema, Dumoulin en zo. Gewoon de aandacht in de opleiding. Bij jullie wordt er geselecteerd in klassieke wedstrijden. En bij ons heb je weinig in klassieke wedstrijden. En wordt er vooral geselecteerd op heel veel laboratoriumtesten. En hebben bijvoorbeeld de opleidingsploeg van Rabobank heeft een hoop van dit soort talenten afgeleverd. En die waren specifiek op zoek naar een klassementsrenner. Wanneer rijden wij over kasseien en over de kleine kasken zijn? Nooit. Misschien zitten we met een soort merkscomplex die ze gewoon alle twee deed. En denken we dat dat nog kan of zo. Ja. Dat kan niet, nee. We moeten stilaan afronden. Ik wil toch nog even doorgaan ook op de gebeurtenissen van gisteren. En vooral ook eens naar de toekomst kijken. Je hebt drie kinderen. Je hebt er twee. Denk je wel eens aan de toekomst van die kinderen als je dit soort gebeurtenissen ziet? Want dat is bij mij persoonlijk een reflex die er onmiddellijk is van in welke wereld gaan ze opgroeien? Alleen maar. Ja, ik heb vannacht denk ik echt 20 minuten naar een foto gestaard van een klein meisje met een aluminiumfolie deken over zich heen met een popje ernaast. Ja, weet je, ik weet dat iedereen daar had kunnen staan en ik ben ook heel bang. Waar ik vooral bang van ben, is de polarisatie die het oplevert. En de wereld die dat met zich meebrengt. Jij, lieve? Polarisering, zoals je zegt, is mijn allergrootste zorg. Ook als je kijkt naar de reacties van mensen daarop. Maar ik merk, ik weet het niet, misschien ben ik optimist of zelfs naïef. Ik heb meer zorgen in het heden dan in de toekomst. Ik denk wel dat de wereld om de 10, 20 jaar heel erg veranderd, geopolitiek. Dus ik zit ergens met, het is misschien een naïeve hoop, hè, maar ik zit ergens met het idee dat over 10, 20 jaar dat dit een vreselijke fase van de mensheid zal geweest zijn. Zal ze zo snel voorbij zijn, hè? De CCC, hoe lang is dat geleden? 30 jaar? Maar dat was een zeer kleine cel, hè? Als je het vergelijkt met wat nu aan de gang is. Ja, dat is waar. Maar goed, dat was toen dé actualiteit. En op nu, het is natuurlijk al een paar jaar, hè, maar dit is nu dé actualiteit. En ik denk bij mezelf dat over 20 jaar dat we daar op terugkijken als zin, het was heel erg, maar het is voorbij. Bon. Rudy, schenk ons hoop. Geef ons een perspectief. Ik denk dat de wereld in een ongelooflijke stroomversnelling zit, in alle opzichten, technologisch. En alles is aan het gebeuren. Mensen kunnen dat moeilijk plaatsen. Ik denk dat dit soort dingen, als terreur en zo, zijn koorts opstoten. En koorts zal wel voorbij gaan, dat denk ik wel. Ja? Absoluut, dat denk ik wel. We hebben erger gekend. Worden we niet het slachtoffer van onze technologie? Want alles gaat ook sneller in communicatie. Alles is makkelijker om dit soort zaken op te zetten. Ja, maar de zieke boodschappen worden verspreid via die technologie. Mm-hmm. Je kan met technologie de mooiste dingen doen, want uitvindingen zijn neutraal. Het is wat de mens ermee doet natuurlijk. Maar dit gedachtegoed bijvoorbeeld wordt ook verspreid via internet, via sociale media. Ook die polarisering waar je het over hebt, die gebeurt op die manier natuurlijk, hè. We zullen daar moeten mee leren leven. Ik denk dat de volgende generaties hun hersens wellicht beter aangepast zullen zijn dan die van ons. Mm-hmm. Dat hoop ik dan maar. Maar er is een toekomst voor ons. Ja, natuurlijk. Absoluut. Absoluut. Het is veel erger geweest. Ze zijn slimmer dan wij. Goed. Dat is een positieve noot om te eindigen. Lieven, jij mag nog een pakketje van deze kaarten trekken. Straks gaan we er een kaart uithalen. Oké, het wordt de tweede. Die andere vier leg ik aan de kant. Straks komen we bij dat pakketje terug. Eindigen gaan we doen, dames en heren, met muziek van Gilbert Bécaud. Zijn nummer 1 Maintenant bood veel troost na de aanslagen van 13 november vorig jaar. En doet dat nu ook
pak elkaar eens goed vast. Vive le vélo en tot morgen. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris. Ja, lieve. Doe maar. Deze. Deze? Oh, we gaan naar de ploeg van de leider. We gaan naar Sergio Henao, de man die hem heel lang bijstaat in de bergen. Ik ga hem aan de kant leggen. Jammer dat Jeroen Blijlevens niet meer fietst, want het zou mooi geweest zijn om een positieve boodschap uit te dragen op deze dag. Bedankt, Rudy, Thijs, lieve. We kunnen nog klinken, maar je glas is leeg. Goh, ja.